Oké. Nog een basisveronderstelling van NLP. Dus zoals ik al gezegd had in het vorige filmpje, is dus eigenlijk een axioma waar ze in NLP van uitgaan als een basisveronderstelling. Dat wil zeggen dat dat niet volledig uitgebouwd beschreven is waarom het zo is. Dat zijn dingen dat je gewoon vanuit moet gaan dat het zo is. Gelukkig zijn er andere studies die dan wel op die onderdelen inzoomen. Dus het is zeker niet ook gewoon uit de lucht gegrepen. En blijkt uit praktijk dat het wel nog wel een keer correct is wat er staat. Dus de veronderstelling voor deze keer is: er bestaat geen falen, alleen feedback. Als ik dat hoorde in de cursus NLP, had ik direct zoiets van: ja, dat is echt wel mindset ten volle uit. Dus in een growth mindset kijk, ja, moet je echt fouten maken om te kunnen leren. En dus feedback is het leerelement. Hè. Dus. Als je falen echt als iets deterministisch ziet, ja, dat je de talenten dan dus gewoon niet hebt en de capaciteiten niet hebt, ja, dan gaat dat een vrij definitieve lijn zijn en ga je daar ook niet echt gelukkig mee zijn. Als je bij een mislukking, naast het emotionele aspect, die je ook de plaats moet geven van, ja, het mag wel even pieken als er iets mislukt is, maar als je daar heel rap dan gaat doorschakelen en daar een leermoment van gaan maken, dan ga je daar effectief wel mooie stappen mee vooruit kunnen zetten. En in deze is deze veronderstelling effectief een die ook heel grondig onderzocht is door Carol Dweck in de Mindset. En waar dat dus duidelijk uit blijkt door meer te focussen op het proces, door jouw kinderen meer te stimuleren en positief te stimuleren op basis van het proces. Dus hè, als ze inspanning geleverd hebben, dan zijn ze goed bezig. Als ze inspanningen geleverd hebben en ze doen die reflectie bij falen, dus die feedback, en ze evalueren en ze denken na nou van, oei, dat is hier niet gelukt, maar hoe komt dat eigenlijk? Kan ik hier iemand vragen om mij te helpen of is er een andere strategie of kan ik iets opzoeken op het internet? Dus als je op die manier aan de slag gaat, dan ga je zien dat jouw groeiproces veel groter gaat gaan en dat je ook veel meer gaat genieten van de successen die je hebt, omdat je op dat proces aan het concentreren bent. Dus er bestaat geen falen, enkel feedback. Dat is echt de fixed growth mindset van Carol Dweck. Dus een evidentie, hè, als we kijken naar onze naam, Growmy Goat, Growth Mindset Coaching. Ene die bijna een axioma is in alles wat we doen. Zo, dus ook deze. Hè, je kan er individueel of in groep mee aan de slag gaan. Dat is bijvoorbeeld zo, die fixed mindset, growth mindset. Sommige mensen, hè, komen tegenslagen tegen professioneel en trekken daaruit de conclusie dat ze de capaciteiten niet hebben, hè, dat ze zelf niet capabel zijn om. Bij loopbaancoaching gaan we daar effectief mee aan de slag en gaan we eigenlijk wel die competenties een keer terug gaan reactiveren, want onderschat niet hoeveel tools je zelf al in handen hebt, hoeveel capaciteiten dat je al hebt, maar ook hoeveel je kan bijleren door van falen feedback loops te beginnen maken en daaruit te leren zodat je andere strategieën kan vinden. Ook in het groepstraject is het een evidentie dat we fixed growth mindset, dat we daarmee aan de slag gaan. Zeker ook daar in het taalgebruik bij tegenslag. Hè. Ik kan het niet, ja, dat is een heel deterministisch fixed mindset. Kijk, ik kan het nog niet en wie kan mij helpen? Waaruit zou ik dingen kunnen leren? Welke tools zou ik kunnen gebruiken? Dat is een veel meer growth mindset. En dat zit dus ook in het stemmetje in jouw hoofd die anders gaat kijken naar die tegenslagen. Dus ik zou zeggen, als je vandaag een tegenslag hebt, ik wens het natuurlijk niemand toe, maar eigenlijk ook wel weer, eigenlijk wel. Want uit die tegenslagen, ja, hoe vroeger dat je met jouw tegenslagen als feedback loops gaat pakken, hoe kleiner de tegenslagen in de toekomst gaan zijn. Want ja, het is pas geleidelijk aan, tegenslag op tegenslag, dat het probleem groter wordt als je bij tegenslag feedback loop insteekt en dat gaat gebruiken als een leerproces voor een andere aanpak, ja, dan ga je niet meer tegen dat muurtje rijden, gaat er wel ergens een volgend muurtje zijn waar je iets uit kunt leren. Dus veel succes bij de volgende tegenslag, maak er een feedback loop van en ga er verder mee aan de slag. Veel succes, doei!